Welkom bij het Unity TV Nieuws weekoverzicht. In een huis in de Tomatenstraat in Leiden heeft de politie zondagavond een dode man gevonden. Er zijn twee mannen van 30 en 45 jaar uit Leiden opgepakt. Een van hen is waarschijnlijk de bewoner van het huis. De politie is sinds gisteravond bezig met onderzoek in de portiekwoning op de begane grond. Wat zich heeft afgespeeld in het huis aan de Tomatenstraat is nog onbekend. Een buurvrouw die haar verhaal niet voor de camera wil doen, vertelde me dat ze het hele weekend gebonk heeft gehoord in het huis. Alsof er geklust werd of een feestje werd gevierd. Vervolgens stond er gisteravond opeens allemaal politie voor de deur. En daarna zag ze haar buurman geboeid op de stoep staan. Buren omschrijven hem als een aardige man die er nog niet zo heel lang woont, een maand of 4, 5. Hij is overigens al wel een keer eerder van zijn bed gelicht door de politie. Dat was van de zomer, maar waarom is niet bekend. Buren zijn verbaasd dat er een moord is gepleegd in hun straat. Ja, denk je toch van dat hier ook zo kan gebeuren. Wat voor een wijk is dit? Ik moet zeggen dat hier wel een hele rustige wijk is. Ik woon hier al sinds 2008. Er gebeurt eigenlijk nooit iets of zo. Loop er maar in hoor, kijk maar rustig. Nou, wij vinden het heel belangrijk dat de buren, mensen uit Oostgeest, Teilingen, weten wat er achter deze hekken gebeurt. En de meeste buren die kennen alleen maar de hekken en het gebouw. En hebben allemaal beelden en fantasieën over het werk wat wij hier achter de hekken doen. Om meer inzicht te krijgen in het leven achter deze hekken, krijgen de belangstellenden een speciale rondleiding. Bezoekers hebben de mogelijkheid om de cellen te bekijken en vragen te stellen aan medewerkers. Als een jongen wat goed doet, kun je hem ook een compliment geven. En dat klinkt misschien heel soft, maar we weten allemaal dat kinderen beter gedijen bij een compliment als bij straf. Kun je een beetje voorstellen hoe het nou is om in zo'n cel te zitten? Het lijkt me verschrikkelijk. Toen ik de slaapplaatsen bekeek, toen had ik wel het gevoel van ja, de deur is nu nog wel open. Maar hoe voelt dat als die dicht is? Mensen zitten echt wel, dat het echt wel afgesloten is. Dat blijft toch op je afkomen. Van aapjes kijken is absoluut geen sprake. De jongens uit de gevangenis begrijpen wel waarom de bezoekers zo nieuwsgierig zijn. Tuurlijk, ik begrijp ze wel dat ze een beetje nieuwsgierig zijn van hoe het hier binnen gaat. Hoe ziet het eruit, hoe gaat het met de jongens, hoe is het hele proces, de hele omgang van naar binnen gaan en weer eruit komen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat omwonenden hun buren beter leren kennen. En lukt dat? Ja, zeker weten. Ik vond het heel leuk om even een kijkje te hebben hoe het allemaal gaat. En erg leuk. Ik vind het wel blij dat ik het gedaan heb, laat ik het zo zeggen. Dat ik weet wat er binnen is en hoe het eruit ziet. En dat is wel leuk toch om dat te weten. Het mini-koraal, het traditionele begin van de 3 oktoberfeesten, zal de komende jaren op dit terrein van sportvereniging Trigon gehouden worden. De Garenmarkt kan namelijk niet gebruikt worden vanwege de bouw van een parkeergarage. En vandaag begint de organisatie met het klaarmaken van het veld. Het is een totaal andere locatie nu. Ja, het is voor ons ook even wennen. Het is een totaal andere locatie. Maar wel een leuke uitdaging. Wat is er zo een uitdaging aan dan? Nou, het is een sportveld en daar moet eigenlijk 4 oktober weer gesport kunnen worden. Dus we leggen een extra vloer neer om het grasveld te beschermen. Aanstaande vrijdag ongeveer 3500 kinderen op het veld kunnen. En dat lukt prima, want het terrein is groter dan de Garenmarkt. En ook met de veiligheid zit het wel goed. We hebben het heel goed geregeld, we hebben een noodbrug gelegd en we halen hekwerk weg, zodat uiteindelijk iedereen veilig erop en af kan. Dus dat komt allemaal in orde. De organisatie houdt er rekening mee dat dit terrein de komende 2 jaar nog wel gebruikt zal worden voor het mini-koraal. Voor automobilisten op de A4 en Leiderdorpers waarschijnlijk wel zijn opgevallen. De stellages die gebouwd worden ter hoogte van het Shell-station bij Leiderdorp. Het lijken wel een soort tribunes langs de snelweg, maar het zijn veiligheidsnetten die gespannen worden. Ook vandaag wordt er hard gewerkt langs de A4. Mannen zijn er bezig om een houten stellage te plaatsen onder de elektriciteitsmasten. En over de A4 is een soort kooi gemaakt. Het heeft allemaal te maken met een enorm project waar netbeheerder Tennet mee bezig is. Er zijn een aantal ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden, waaronder de verduurzaming van energie. We gaan over van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Voor de kust worden op dit moment energieparken of windmolenparken gebouwd en die moeten straks hun elektriciteit kwijt. En dat vraagt wat van het net. Dus wij proberen het net klaar te maken voor dat soort ontwikkelingen. Dat betekent dat deze oude elektriciteitskabels straks onder de A4 doorgaan en dat daarvoor in de plaats nieuwe hoogspanningsmasten komen die veel meer stroom kunnen verwerken.
Nou, tijdens het aanbrengen van de nieuwe lijnen, van de nieuwe geleiders, willen wij voorkomen dat als er een incident gebeurt, dat die lijnen op de A4 of op het spoor vallen. En daardoor bouwen wij zogenaamde jukken. Dat is een beschermingsconstructie die wij over de weg maken onder andere, om dus te voorkomen dat de lijnen op de weg vallen als er een incident gebeurt. Want dat zou natuurlijk grote gevolgen kunnen hebben voor het verkeer. De nieuwe krachtige 380 kV hoogspanningsmasten moeten ons ervan verzekeren dat we ook in de toekomst voldoende stroom in huis krijgen. Vanwege het feit dat we dus veel meer naar verduurzaming van energie gaan en het feit dat de Randstad een grotere producent, maar ook een grotere consument is van energie, moeten we dit realiseren om die leverzekerheid van die 99,99% te garanderen en eigenlijk dat iedereen energie heeft. De kooi over de A4 blijft in ieder geval nog staan tot het najaar van 2018. De omwonenden van Leiden Centraal hebben gevochten voor een nieuw busstation op de huidige locatie en gewonnen. Want de gemeente Leiden is namelijk van plan geweest de busterminal te verplaatsen naar de achterzijde van het station. Een slecht idee volgens de buurt. Te veel bussen op een te kleine plek. En de gemeente heeft naar hen geluisterd. Wij zijn tevreden. We denken dat het een verstandig besluit is. Tevredenheid, ja, zeker. Maar ik denk ook ik zou ook een zekere terughoudendheid willen communiceren. Omdat het belangrijk is dat we eerst eens gaan luisteren naar wat de gemeente precies nu wil gaan doen. De toekomstige busterminal, ik zeg het gewoon nog een keer, komt op de huidige locatie. Uiteindelijk is er wel naar u geluisterd. Ik denk dat er goed geluisterd is naar het gegeven dat wij als burgers aangedragen hebben dat we dachten dat het niet zou passen. Dinsdagavond was de tweede halve finale van de starterswedstrijd LEF in Area 071 in Leiden-Dorp. LEF is de starterswedstrijd voor ondernemers uit de regio Leiden en de Duin- en Bollenstreek. ...in staat moet zijn om producten verantwoord te kunnen aanschaffen zonder een dure lening af te sluiten. Ja, waarom zouden mensen een winterjas kunnen kopen, maar eigenlijk ook weer niet kunnen betalen? Johan, waarom moeten zij nou winnen? Ten eerste omdat het denk ik een hele mooie, betekenisvolle onderneming is van vier bruisende kerels die een product op de markt hebben gebracht. 3 jaar geleden begonnen en nu enorm succes. Als je een grote organisatie bent met een heleboel debiteuren, dan is het onmogelijk om je debiteuren persoonlijk te kennen. Gelukkig hebben wij daar wat voor bedacht. In 2019 wordt een omzet van 600.000 tot 900.000 euro verwacht. Eindgebruikers zijn in totaal ruim 500.000 die direct gebruik kunnen maken van Friendly. Online debiteuren-app die slim, vriendelijk en makkelijk is, maar bovenal directe winst oplevert, is in mijn ogen gewoon zeer sexy. Het is een goede klik en match geweest tussen mij en... Nadat de kandidaten zich konden presenteren, ging de jury in beraad. Ja, we zijn wel tevreden. Ik vond dat het praatje ging soepel. En de coach ook. En de vragen hebben we ook netjes beantwoord. Goed gevoel. Ja, absoluut goed gevoel. Ja. Nou, met trots presenteer ik u OEVA. OEVA is een autonoom robotsysteem dat is uitgerust met onze slimme hyperspectral camera's. Ons team heeft expertise in biologie, optica en data science. En we staan sinds het begin al in contact met onze eindgebruikers, met wijnboeren van over de hele wereld. Die finale, wat ga je dan extra brengen dan hier? Die finale moet gewoon een show worden. Dat moeten we echt uitpakken. Dan wil ik mensen gewoon echt voelen hoe het is om met die techniek in aanraking te staan. Ja, de jury, vorige keer waren ze er heel snel uit en heb ik ook gezegd, nou, ze komen de zaal al erin en ze komen luisteren en kijken naar onze gastspreker. Nu nog niet. Ja, welkom allemaal. Mijn naam is Erwin Rotaert en ik werk inderdaad voor het centrummanagement. En wij zetten ons in om de binnenstad economisch vitaal te houden. Door hem aantrekkelijk en bruisend te houden. En ik ben vanavond gevraagd om een presentatie hier te geven. En dat vind ik superleuk om te doen. Maar uiteindelijk natuurlijk is het iets wat niet over mij gaat. Maar het gaat natuurlijk over de kandidaten die hier staan. Ik wil even de kandidaten vragen om naar voren toe te komen. Het zijn de 7 als het goed is. Dus kom maar even naar voren toe. Ik ga eigenlijk tot 3 tellen en dan gaan we 30 seconden helemaal uit onze naad en een daverend applaus geven aan deze kanjers. Die straks de battle aangaat met Idris Oncologie is Polarix. Je zit nog in de race. Ja, wel. Ja. Ja, en... ja, een klein beetje
Je weet niet of je blij bent? Ja, weet niet, ja. Je had gewoon gelijk doorgewild. Dat is wel fijn geweest, ja. Oké. Eén van jullie is zometeen niet langer meer onderdeel van LEF. En de ander, die staat in de finale. Nee, er is maar één iemand die het weet. Ja, Rudo, wat je terecht zei, hè, er zijn vandaag geen winnaars. Ja, wel, dat wel, het is een wedstrijd, dus je hebt altijd één iemand die niet meegaat naar de finale. Maar allegenen die in de finale komen, maken evenveel kans. En de plek die we vandaag toewijzen aan de finalisten is Friendly. Yeah. Ja, ik kom jullie zo feliciteren. Ja, geen finale plek. Geen finale plek, nee, helaas. Ja. Maar gaan we lekker door, hoor. Jullie gaan, nou, dat mag, ik dacht dat heel vervelend geweest als jullie hadden gezegd, we stoppen nu met in drie keer. Nee, geen paniek. Op 7 november is de finale in de Leidse Schouwburg. Aanmelden kan via www.heblef.nl. Bij het horen van dit geluid krijgt een groot deel van Voorschoten zin in een ijsje. In de zomer is Piet IJskoman en in de winter lange tijd kolenboer in Voorschoten. Maar waar stond hij nou vaak met zijn ijskar? Ja, hier zo ongeveer. Iedere week stond hij hier, ja. Op het Treuplein. Iedereen kende Piet en Piet kende iedereen. Dat was gewoon heel erg leuk. Dat is een deel van ons straatbeeld hier. Hij is wel een icoon in het dorp geweest, dat weet ik wel. Ik heb graag gezien een Voorschotenaar. Ik zei wel eens tegen hem, ik zeg, moet jij niet plassen dan? Hij zei, dan heb ik een pilletje voor. Ik zei, je staat de hele dag, ik zie jou nooit, dus we gaan nog op de plassen of zo. Hij zei, nee, dat hoeft niet, ik heb een pilletje ervoor. Ik zei, oh, dat is makkelijk. Hoe heet die dingen? Hij zei, dat zei ik niet, zeg niet. Was een boefie, hoor. Een hele jovere vent. Topgozer. Ik heb hem mijn leven lang gekend. En heeft u nog iets leuks met hem meegemaakt? Met Piet? Nee, dat niet. Nee. Toevallig heb ik gisteravond in aangedacht, is thuis toch zo'n ijsje gemaakt. Zo'n vierkante ijsbakje, slag hem onderin en dan ijs erop en... Dat was eigenlijk even op Piet. Piet gelooft er wel in dat je van geven niet rijk werd. Een van de leukste dingen die wij dan heel vaak te horen krijgen was van de holle bolle van Piet. Dat had dus, laten we zeggen, met de hardheid van het ijs te maken. Dan werd er geschraapt en dan kreeg je een holle bolle en dat waren de bollen van Piet. En dan nog één keer het zomergeluid van Piet de Graas. 20 jaar lang probeerden drie Leidse initiatiefnemers om dit kunstwerk, dat Theo van Doesburg in 1917 ontwierp, in de openbare ruimte van Leiden te krijgen. En nu is het dan eindelijk gelukt. Sinds een week staat het betonnen kunstwerk, dat vierkant in vierkant heet, naast het Centraal Station. Ja, wij vinden dat Leiden dit verdient. Wij zijn allemaal Leidenaars, de mensen die erbij betrokken zijn. En wij wilden Leiden gewoon stijl geven. Hoewel Van Doesburg het kunstwerk ontwierp, hebben de initiatiefnemers het concept naar eigen idee uitgewerkt en laten maken. Het is uniek, omdat dit kunstwerk nooit gebouwd is. Uniek of niet, de vele reacties zijn over het algemeen niet zo heel positief. Het had meer kleuren mooi. Ik hou van kleur. En dit is grijs, depressief vind ik dit, qua kleurstelling. Ik vind het op zichzelf zeg maar niet echt heel... echt mooi of zo. Maar ik denk wel van ja, dat huizenblok daar is ook zo blokkerig. En er komen heel veel hoogbouwdingen hier, dus daar past het wel bij. Ja, yeah, it's a little bit unimpressive, I have to say. Nou, het eerste wat ik dacht is, waarschijnlijk willen ze dat er niemand daar zijn auto neerzet. En nu je weet dat het dus wel een kunstwerk is, wat denk je dan? Ik vind het wel aardig. Ik vind het wel een mooi contrast met beton en met natuur. En ja, ik vind het wel mooi. Wat de reacties ook zijn, de initiatiefnemers trekken zich er niets van aan. Sterker nog... Het is toch geweldig dat een ontwerp uit 1917, dus 100 jaar oud, dat zoveel losmaakt. Nou, dat vindt die kunst. Vind ik geweldig. Woensdag werd het vijfjarig bestaan van Area 071 in Leiderdorp gevierd. Area 071 is de grootste ondernemerscommunity van de regio Leiden. Bart Hoenen van Area 071 is blij met het vijfjarig bestaan. Allereerst welkom dat jullie allemaal hier zijn in grote getalen en ik zie vele mensen. We hebben Area Nauten, de huurders van Area. Ik zie partners, ik zie het bestuur van de gemeente. Ja, het staat eigenlijk wel een beetje model voor wat wij doen en wat wij zijn en hoe we dat doen. Dat doen we namelijk met iedereen zonder daar mensen bij uit te sluiten. We proberen iedereen ook te betrekken in dat verhaal van ondernemerschap en verbinden. En nou, dat is best goed gelukt, zo te zien. Een hoogtepunt in het vijfjarig bestaan is het activeren van maar liefst 2000 zonnepanelen die het pand van stroom zullen voorzien. Wethouder Olaf McDaniel van Leiderdorp was aanwezig en activeerde de zonnepanelen met een knal.
We hebben eerst Winkelhof gehad met een groot aantal panelen. Dit is de tweede grote operatie en eigenlijk hoop ik dat dit ook het startschot is voor nog veel meer moois. De zonnepanelen gaan er. 5, 4, 3, 2, 1. 2000 zonnepanelen! En ze doen het! Woensdagavond was de kick-off van de Leiderdorpse Ondernemersprijs. Een prijs die iedere twee jaar wordt uitgereikt door de Leiderdorpse Ondernemersvereniging en de gemeente Leiderdorp. De Leiderdorpse Ondernemersprijs 2018. Dit was de kick-off. Vanaf dit moment kunnen jullie allemaal je favoriete ondernemer nomineren. Er is altijd veel belangstelling vanuit Leiderdorp van de Ondernemersprijs. Zo ook van burgemeester Laila Driessen, die vol lof is over de ondernemers in haar dorp. Als ik zou moeten kiezen, dat doe ik niet. Want alle bedrijven zijn mij even lief. En alle bedrijven zijn even fantastisch en origineel en enthousiast. Dus ik ben heel benieuwd wie het wordt. Eind november worden de genomineerde ondernemers bekendgemaakt. Op woensdag 31 januari 2018 wordt de prijs uitgereikt aan de beste ondernemer. De voorzitter van de ondernemersvereniging heeft er zin in. Ja, zeker heel veel zin in. Het is weer een mooie start zijn om een ondernemer uit het Leiderdorpse regio even mooi in het zonnetje te zetten. Mooie promo en heel veel zin in. Leuk item altijd. Grote delen van het centrum in Leiden zijn in aanloop naar de 3 oktoberviering al afgesloten voor het verkeer. Zo is op de Lammermarkt begonnen met de opbouw van de kermis. Voor het derde jaar op rij is het Reuzenrad een van de attracties. Langs de kant van veel wegen zijn hekken geplaatst en de straten worden schoongeveegd. Leiders Ontzet begint pas als het mini-koraal er is. En dat mini-koraal is er vanaf een nieuwe plek bij Sporting Trigon. 3500 basisschoolleerlingen uit Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten en Hoefsgeest zingen hier het mini-koraal. Ze gooien wat vol op een been. Ja, en dit is dan toch de man waar het eigenlijk allemaal om draait. De man die normaal op zijn sokkel staat en één keer per jaar ervan afkomt. Burgemeester Pieter van der Werf. Ja, dat ben ik dit keer voor de 25e keer. En toen we er 25 jaar geleden aan begonnen, hadden we dit nooit verwacht. Het Lens Mini Koraal, dat viert 25 maal. Zing daarom allemaal mee bij het grootste jubileum. Heb je er een beetje zin in? Ja. En hoe is het dan als wethouder om hierbij te mogen zijn? Ik vind dit echt een van de leukste activiteiten die er is. Ik hou van alles rondom 3 oktober, maar dit, gewoon al die kinderen. Ja, je moet je kijken, man. Mooi. Prachtig. Maar ik heb er extra veel zin in natuurlijk vandaag, dat begrijp je. Ik ben zo benieuwd naar die laatste uithaal. Ik ben zo benieuwd of ik mijn tekst nog weet. Daar ben ik heel benieuwd naar of ik het volhoud. Ja, het liedje horen we vaak, maar jij zingt hem maar één keer per jaar? Ik zing hem echt maar één keer per jaar, ja. Alleen met mini-koraal. Welkom bij het Unity TV Nieuws weekoverzicht. En tot zover het Unity TV Nieuws weekoverzicht. Meer nieuws op onze website www.unity.nu.